Ik heb de middag tv ontdekt. Leuke series op de tv. Wat vroeger, smiddags tv kijken, nou dat was een no-no. Maar ik doe het nu geregeld. Lisbeth Bloemen heeft sinds haar pensionering tijd voor dingen waar ze vroeger te druk voor was. Toch is er één ding dat de oud-burgemeester voor geen goud zou willen missen. En dat is het contact met de inwoners van Zoeterwoude. Reden voor de gemeente om als afscheidscadeau een ontmoetingsbankje voor haar deur te plaatsen. Wat ik nog wel eens doe als mensen, die staan dan daar en die zijn op zoek naar hoe ze moeten fietsen of wandelen. En ik zie dat uit de keuken, loop ik wel eens naartoe. Waar kan ik u helpen? Nou, wie weet gaan ze hier zitten en dan loop ik er ook even naartoe. Een passend geschenk vindt ook de huidige burgemeester Fred van Tricht. Dagelijks hoor ik nog hoe het is gewaardeerd dat zij zo ontzettende goede contacten had binnen Zoeterwoude. En dit geeft haar de gelegenheid, het is misschien een beetje symbolisch, maar dit geeft haar de gelegenheid om die ontmoetingen voort te zetten. Dus zeer passend bij Lisbeth. Kijk, het is wel een prachtige plek hier en daarom hebben we hem ook hier neergezet. Hier komen veel mensen langs, dus dit is dé plek om even te gaan zitten. En ik denk dat Lisbeth die hier tegenover woont er enorm van kan genieten als er straks mensen echt van dit bankje gebruik gaan maken. En als nou 's nachts jongeren op dit bankje zitten en ze maken te veel herrie? Dan bel ik Mathieu. Ja, 06. Ja, iedereen kan elkaar ontmoeten, maar zo'n bankje maakt het toch net even wat specialer dan elkaar gewoon zo op straat tegenkomen en met elkaar staan plaatsen. Ik bedoel, nou ga je gewoon even gezellig zitten en dan, nou ja, maak het gewoon gezellig met elkaar. Samen heel de dag. En ik weet, ik voel dat ik je stiekem al best mag. Dat kan dat, kan ik dat al aan? Ik heb hier al eens eerder gestaan. Maar stap voor stap, ik zet me schrap voor een weer vol wind die ik aan kan. Stap voor stap, ik zet me schrap voor een weer vol wind die ik aan kan. Ik voel het voor de eerste keer. En ik voel het voor de eerste keer. Zich verspreidt linksaf of rechtsaf. We zien wel wat er overblijft. Durf te dromen en durf te doen. Misschien geef ik je zo stiekem wel een zoen. Stap voor stap, ik zet me schrap voor een weer vol wind die ik aan kan. Stap voor stap, ik zet me schrap voor een tegenwind. Ken ik al lang. Ik voel het voor de eerste keer. En ik voel het voor de eerste bij jou. Oh. Ik voel het voor de eerste keer en oh. Ik doe het voor de eerste keer.
Vandaag bij een nieuw specimen voor Naturalis verzamelen. Museum Naturalis is begonnen met het onderzoeken van de dode vinvis die dinsdagochtend in Terneuzen werd gevonden. De walvis was op de boeg van een schip terechtgekomen en is zo de Zeeuwse haven ingesleurd. Om achter de doodsoorzaak te komen, heeft het Leidse Onderzoeksinstituut het enorme dier ontleed. Met scherpe messen is de vinvis in stukken gesneden. De enorme stukken vlees en organen zijn met behulp van machines opgetild en gesorteerd, terwijl de onderzoekers voorzichtig monsters afnamen. De onderzoekers deden via een livestream verslag van hun bevindingen. Ja, je ziet van alles hier. Je moet het een beetje kennen. Wat deze meneer nu aan het snijden is, dat is een van de nieren. Het ziet er allemaal heel blubberig uit bij zo'n beest. Het verteert ook heel snel. Normaal is het allemaal vleeskleurig of bloedkleurig, maar het wordt nu allemaal heel snel groen en zwart. Wat je daarachter nog ziet, die jongen met die gele handschoenen, dat zijn de longen. En precies achter hem, ja, is dat lastig te zien, dat is het hart. Het heeft allemaal zo'n groene kleur. Dus jij kent het helemaal niet meer als longen en hart. De zogeheten gewone vinvis is 14 meter lang. En dat is klein voor deze soort. De dieren kunnen wel twee keer zo groot worden. Na de onderzoeken krijgt Naturalis de 3 meter lange schedel van het dier cadeau om toe te voegen aan hun wetenschappelijke collectie. Een walvis is gigantisch groot, maar de schedel wil Naturalis graag bewaren. En die moet dan wel eerst uit die kop. En dat is een bloederig klusje, maar nou ja, het moet gedaan worden. De werkzaamheden in de Corbulo-tunnel zijn in volle gang. Onzichtbaar voor de buitenwereld werken talloze werklui onder de grond aan de tunnel die eind 2022 voor het verkeer wordt opengesteld. Dan kan iedereen gebruik maken van de weg die de A4 en de A44 met elkaar verbindt. Het bouwteam vloog onlangs met een drone door de tunnel en filmde de ontwikkeling van de werkzaamheden. Er wordt onder andere gewerkt aan een dwarsverbinding die de twee tunnels met elkaar verbindt, een vluchtroute bij calamiteiten. Ook is te zien dat de toekomstige weg steeds meer vorm krijgt. Enkele leden van de Bomenbond kwamen donderdagochtend vroeg bij elkaar op de Lammermarkt. Ze wilden hun net afgeronde plan, waarom staat hier nog geen boom, aanbieden aan de gemeente. In het plan staan dus allerlei plekken, locaties, waar dus geen boom staat en waar soms vroeger wel een boom heeft gestaan. En waarvan wij denken, waarom staat er hier nog geen boom? De bomenliefhebbers spraken niet toevallig af op het Leidse evenementenplein. Dit is een van de meest versteende plekken van Leiden. Ja, waar het eigenlijk onbegrijpelijk is dat er geen bomen staan. En de gemeente kan het natuurlijk het beste beoordelen. De gemeente gaat er natuurlijk ook over het bomenbestand, over het planten van bomen. Die weten waar, bijvoorbeeld in verband met leidingen, kabels, onder de grond, geen geschikte plek is om bomen te planten. Dat is prima, maar de plekken waar het wel kan, daar willen we wel graag bomen. Tot teleurstelling van de Bomenbond was er, als gevolg van het zomerreces, niemand beschikbaar om het plan in ontvangst te nemen. De natuurvrienden lieten zich hierdoor niet uit het veld slaan en stapten op de fiets om hun plan persoonlijk bij de gemeente af te geven in het levelgebouw. Met z'n tweeën, haal na haal na haal, uiteindelijk in een superspannende wedstrijd. Het scheelt werkelijk een boompunt, maar uiteindelijk het resultaat wat ze behaald hebben is 1 van de 7 zilveren medailles. Ik wil heel graag naar voren, de mannen roeien, dubbel 2, Stef Broenink en Melvin Turner. Ga lekker staan, jongens. Kom lekker op. Die wedstrijd. Wie heeft het niet gezien? Ja. Maar toch, hè? Neem eens nog even mee. Leg maar de laatste helft van de race. Wie van de twee keek steeds opzij? Ja, dat was ik. Je keek ze en wat zag je? Ja, we zagen op een gegeven moment dat we de tweede of derde 500 liepen een beetje uit op de rest van het veld. En toen namen we nog even de leiding. En toen werd het een hele spannende finish met de Fransen. Dus,
Heb je het gevoel dat je... Ja, je hebt alles gegeven. Maar heb je het gevoel van dit is het maximale? Of heb je nog ergens wat laten liggen? Nou ja, dat is zo'n vraag waarmee je zelf eindeloos kan blijven pijnigen. Maar ik denk... Na de race was ik wel echt helemaal kapot. Ik denk Melvin ook. Dus ja, ik denk dat we echt wel het maximale eruit hebben gehaald. Met welke doelstelling gingen jullie met goud natuurlijk, denk ik dan? Nou, we waren niet echt bezig met het resultaat, maar meer met het proces. Dus voor de maximale race. En dat was voor ons zilver. En hoe sta je hier nu met zilver? Want ik heb jullie achter de coulissen gezien. Jullie staan met trots. Jullie zijn echt blij. Ja, natuurlijk. We zijn apen trots op deze medaille. En het is echt een mooie race geweest. En we hebben het maximale eruit gehaald. Dus we zijn er echt heel blij mee. Deze medaille extra lekker natuurlijk. Ondanks al die belemmeringen en beperkingen en gedoe daar. Dat je dan toch nog hier staat. Ook voor jullie natuurlijk een uitreiker. Het is een man die jullie heel goed kennen. Waarschijnlijk hebben jullie hem gezien 25 jaar geleden. Nou, niet echt bewust. Ja, precies. Niet echt bewust. Want op de dag af 25 jaar geleden had de Nederlandse roeiploeg een schitterende gouden medaille van de Holland 8. En dit was toch wel een van de topmannen van die Holland 8. Ik doe een stap opzij en geef hem applaus. Nico Rinks! Ga lekker ernaast staan, Nico. Voor een roeier is het genieten geweest om te zien hoe jullie samen met die dubbel 4, geregisseerd door Eelco, volgens mij Eelco zit ergens op de tribune, heb ik al gehoord, klaar hebben gespeeld. En dat is nog nooit eerder gebeurd, dat een 8, een grote boot is het eigenlijk in de roeisport, dat die wint, dat kan nog wel, maar dat er dan ook nog een dubbel 2 is. Dus bij elkaar 6 mannen die allemaal, nou jullie hadden ook bijna goud, maar die allemaal voorin meedoen, die allebei een medaille, is nog nooit gebeurd. Dus dat is, is uniek. En het zijn ook, ja, weet je, ze kunnen ook allemaal heel hard in de skift. Dus ze zijn individueel ook supergoed. Ja, dat hebben we in Nederland nog nooit gehad. Dus laten we daar super van genieten. En laten ze er ook vooral zelf erg van genieten. Want ik kan je vertellen dat de periode dat je daarop terugkijkt, hè, jullie met z'n allen, het gaat veel langer zijn dan 25 jaar. En aan de andere kant hoop ik ook, en dat mag wel wat sneller, dat een van jullie hier binnen een wat kortere periode hier staat om een tegel uit te reiken aan de volgende winnaars. Kijk, je mag zo verhandigen, Nico. En geef een applaus aan die dubbel 2. En Nico Rinks, zilveren medaille behaald op 28 juli, op die prachtige dag. Lommel, doe nog een tap naar voren voor een mooie foto. Ga lekker op de passerelle op, heerlijk. Feest in de Zeeheldenbuurt. Om de zomervakantie te vieren organiseerde de activiteitencommissie De Zeeheldjes een zomerfeest voor de kinderen in de Leidse wijk. De jeugd komt dit jaar terecht op een nieuwe plek. Dit is voor ons een gelukkige nieuwe plek waar we activiteiten kunnen doen. En zolang het oude school niet gesloopt wordt, mogen we er gebruik van maken. Ja, want we staan hier op een schoolplein. Ja. Althans, dat was het. Dat was het, ja. Ja. Nou, daar komen hier nieuwbouwhuizen van een 500.000 per huis, hoor ik dus. Oh, dus de buurt die krijgt een flinke... Krijgt een flinke oppepper. Ja. Met parkeer, geloof ik, onder de huizen. Dus. Ja. En tot het zover is, mogen jullie hier gebruik maken van de ruimte? Tot de sloop mogen we hier blijven, dus dat is wel leuk natuurlijk. Betekent dat dan in ieder geval deze hele zomer? Ik hoop dat het deze zomer nog voortduurt, dat de sloop nog niet begint. We gaan de kinderen inschrijven. Dus als alle kinderen weer hier geweest zijn, krijgen we een bedankbriefje dat ze geweest zijn. Dat is heel leuk, op hun eigen naam. Ik vraag nu aan de kinderen hun geboortedatum. Want als ze dan jarig zijn, krijgen ze een leuke kaart met een leuk presentje namens de bewonerscommissie en de Zeeheldjes. Pas je op, ze zijn scherp. Nou, niet zo, want het is wel echt een springkussen dus. En wat vind je van alles het leukste? Nou, ik vind de allerleukste, vind ik deze. Toch deze? Ja. Ja! Het lijkt net een olifant. Ik
ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk was ik nooit. Een schietpartijtje hier, een kettingbotsing daar. Grote nieuwsgebeurtenissen zijn niet altijd even fijn om te horen. Dus vrolijk mij eens even op. Ja, ik heb mijn buik laten zien. Andere mensen die niet zo'n dikke buik hebben. Ik hoop dat andere mensen daar vrolijk van worden. Als ik andere vrolijke mensen zie, wil ik hem meteen zag reinig, want die zijn altijd vrolijker dan ik. Als ik morgens weer gezond opstaat en in de spiegel kijk, zou ik zeggen, ben je er weer? Ja. Je bent de vrolijkste man van heel Leiden volgens mij. Hoe voelt u zich dan? Vrolijk. Nou, dan ga ik zingen of zo als ik op de fiets zit. Een liedje? Ja, natuurlijk heb ik altijd een liedje in mijn hoofd. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk, ta-ta-la-la-la-la. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk als ik wil. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Da-da-da-da-da-da. Er komt een Belg in een bar en die zegt, geeft u mij maar 18 bier. Toen zegt die barkeeper, dat is wel erg veel. Hij zegt, maar er hangt daar een bordje, onder de 18 wordt niet getapt. Het probleem is, ik ben op zoek naar een goede Belg op, maar niemand heeft er ooit alleen verteld tegen mij. Vijf Belgen zijn verzopen in een zwembad. En dat kwam omdat de badmeester zei, ophouden met zwemmetjes tijd. Gekste bek. Wat is de gekste bek die u kunt trekken? De gekste. Niet verder vertellen. Nou, als jullie nou niet meer vrolijk zijn, dan weet ik het ook niet meer.